En je krijgt dag weer nieuws. Wat er speelt in Suriname. Altijd up to date. We houden je op de hoogte. Met AI aan onze zijde. Geen moment gaat verloren. Abonneer en like nu. Laat je stem horen. FVV, autocultuurtag. Het kanaal van Suriname. Dan brengt het nieuws lekker snel. Elke klik en like telt. Samen blijven we actueel. Vou afukeurig. Het kanaal van Suriname dagelijks nieuws. Abonneer nu en doe mee. Blijf niet achter de feiten. Bekijk hoe alles loopt. Een nieuwsflash elke dag blijf klikken en hopen. We brengen alvast voor jullie namen. Dagelijks nieuws. Abonneer nu en doe mee. En tv auto En al voor jullie namen, dagelijks nieuws. Abonneer nu en doe mee. I power aan de mast. We brengen het nieuws lekker snel. Elke klik en like telt. Samen blijven we actief Goedenavond avond luisteraars, ik ben Eefke met het nieuws uit Suriname voor Surinamers wereldwijd. Abonneer om nooit meer het nieuws te missen en deel onze uitzendingen. Man verkoopt XTC-tabletten na ontvangst uit Nederland. Paramaribo Adesh R was actief in de verkoop van XTC-tabletten die hij uit Nederland ontving. Deze informatie heeft hij bij de politie gedeeld. Tijdens een huiszoeking trof de politie bij hem 4481 XTC-pillen aan, die hij per post van een neef uit Nederland had ontvangen. Bij zijn verhoor gaf Ades toe dat hij inderdaad het pakket van zijn neef had ontvangen. Volgens zijn verklaring was de afspraak dat hij de pillen zou verkopen en de opbrengst samen met zijn neef zou delen. Tijdens de zitting verklaarde Ades dat hij aanvankelijk niet wist wat er in de doos zat. Toen hij de pillen ontdekte, Besloot hij deze te verkopen, vooral omdat hij zijn neef had verteld over de moeilijke economische situatie in Suriname. Zijn neef gaf hem toestemming om de pillen te verkopen en de opbrengst voor zichzelf te houden. Adesh benaderde vervolgens een vriend om de XTC-tabletten te helpen verkopen, waarbij ze de pillen voor SRD 50 per stuk wilden verkopen. Adesh R. krijgt juridische bijstand van advocaten Sifani Amirkhan. Hij blijft voorlopig in voorarrest en in augustus wordt de behandeling van deze zaak voortgezet. Meer nieuws: Page eist weer twaalf jaar celstraf tegen Hoofdraad Paramaribo, procureur-generaal. Page, Garcia Perksing heeft gisteren het Hof van Justitie gevraagd om het eerdere vonnis tegen ex-minister Gilmoor Hoofdraad van Financiën te bevestigen. Dit vonnis, uitgesproken op 17 december 2021 veroordeelde Hoefdraad tot 12 jaar celstraf en een boete van SRD 500.000. De page vraagt nu om deze boete te vervangen door een gevangenisstraf van 12 maanden. Hoefdraad werd schuldig bevonden aan deelname aan een criminele organisatie, ambtsverduistering en schending van artikel 13 lid 1a van de Anticorruptiewet. Via zijn raadsman Murwin Dubois ging Hoefdraad in hoger beroep, waardoor de zaak nu opnieuw wordt behandeld. Perksing heeft haar argumenten voor de straf gisteren aan het Hof gepresenteerd en zal in oktober verder toelichten waarom zij vraagt om bevestiging van het eerder vonnis. Een belangrijk onderdeel van de zaak is het verzoek om een strafrechtelijk financieel onderzoek, SFO, in te stellen om het onrechtmatig verkregen voordeel in deze zaak te traceren. Het onbenadrukt dat hoefdraad zich onvindbaar houdt voor justitie, wat de noodzaak van een SFO onderstreept. Het pleidooi van raadsman Dubois volgt na de toelichting van het requisitoir. Op 17 december 2021 gaf het Hof van Justitie in eerste aanleg aan dat de Centrale Bank van Suriname, CBVS, is benadeeld, terwijl de staat juist voordeel heeft gehad van de acties van Hoefdraad. De bank had het volledige bedrag voor gekochte panden voldaan aan het ministerie van Financiën, maar Hoefdraad hield zich niet aan de afspraak voor schuldverrekening. Ook werden de royalties van Imgold niet overgedragen aan de CBVS zoals afgesproken voor de aflossing van de staatsschuld. Dit handelen van hoefdraad leidde tot aanzienlijke financiële schade voor de CBVS. De page benadrukt in haar toelichting dat de frauduleuze handelingen van hoefdraad hebben geleid tot een ernstig verlies van vertrouwen in het financiële beheer van de overheid en de integriteit van publieke instellingen. Daarom acht zij een bevestiging van de eerdere straf van groot belang voor de rechtsorde en de maatschappelijke verantwoording. Volgende bericht, Derek Ramsamoy zal via digitaal platform worden gehoord. Paramaribo de Trinidadiaanse politiek analist Derek Ramsamoy zal via een digitaal platform worden verhoord. Deze beslissing werd genomen door rechter Maureen Dayala na een verzoek van Ramsamoy's advocaat Serena Est. Est stelde dat haar cliënt nog steeds kampt met gezondheidsproblemen en daarom niet naar Suriname kan reizen. Vanwege een chronische aandoening kan Ramsamoy de benodigde medicatie niet in Suriname verkrijgen en ondergaat hij zijn medische behandeling in Londen. De vervolgingsambtenaar maakte geen bezwaar tegen het horen van Ramsamoy via een digitaal platform en merkte op dat de strafzaak ook in zijn afwezigheid kan worden voortgezet. De rechter stelde dat de logistieke mogelijkheden aanwezig zijn om Ramsamoy op deze manier te verhoren. De zaak is voor onbepaalde tijd uitgesteld, in afwachting van een plan voor hoe en waar Ramsamoy digitaal gehoord zal worden. Na het verhoor van Ramsamoy zal het Openbaar Ministerie de strafeis formuleren. Ramsamoy wordt verdacht van onder andere overtreding van de wet Money laundering. In 2022 kreeg hij zijn paspoort terug om medische redenen en vertrok hij naar het buitenland voor behandeling. Meer nieuws: Sofia's Lustweg afgesloten voor verkeer. Paramaribo vanaf 15 juli tot en met 14 augustus zal de Sofia's Lustweg afgesloten zijn voor verkeer vanwege werkzaamheden door de NV-energiebedrijven Suriname, EBS, in het kader van het Electric Power Project. Verkeer vanuit het westen moet via de vierde rijweg. Meizuruweg en Kwattaweg richting het stadcentrum rijden. Verkeer naar het zuiden kan via de Noordpolderdam, vierde rijweg en commissaris Wijthingweg de bestemming bereiken. Weggebruikers worden gevraagd de aanwijzingen van de politie en verkeersborden nauwkeurig op te volgen. Men wordt aangeraden om eerder van huis te vertrekken om op tijd op de plaats van bestemming te komen. De afsluiting zal naar verwachting leiden tot verhoogde verkeersdrukte op de Quataweg en Commissaris Wijthingweg, die als alternatieve routes worden gebruikt. NPS'er Bakker, mensen die nu worden binnengebracht zijn voor een groot deel avonturiers. Wim Bakker, een lid van de Nationale Partij Suriname, NPS, heeft zijn zorgen uitgesproken over de recente toevoegingen aan de partij. Hij vindt het problematisch dat mensen zoals Poutini Atompay en Raoul Hellings zonder enige betrokkenheid bij de partij direct hoge posities hebben gekregen. Bakker beschouwt deze nieuwkomers als opportunisten die profiteren van de situatie, omdat ze twijfelen aan het succes van de Nationale Democratische Partij, NDP, bij de komende verkiezingen in 2025. Volgens Bakker zouden de leden die al lang bij de NPS betrokken zijn, Juist de kans moeten krijgen om door te groeien binnen de partij. Hij vindt het bijzonder verontrustend dat iemand als Atompai, die nooit een kadertraining heeft gevolgd of in een kernafdeling van de NPS heeft gewerkt, nu met zijn eigen middelen propaganda kan voeren binnen de partij. Bakker stelt dat dit een gebrek aan controle met zich meebrengt en de partij verzwakt. Hij ziet de nieuwe leden vooral als avonturiers die denken dat de NDP het slecht gaat doen en daarom snel bij de NPS willen aansluiten. Deze nieuwelingen hopen blijkbaar dat de NPS hen met open armen zal ontvangen. Bakker merkt op dat, hoewel hij deze ontwikkelingen zorgwekkend vindt, veel NPS-CRS juist blij zijn met de komst van deze nieuwe leden, ondanks de twijfels die hij heeft over hun oprechtheid en motivatie. Richard Kalu, NDP-ERS werken niet. Oud-minister Richard Kalu heeft in een recent interview op Radio OAS scherpe kritiek geuit op de leden van de Nationale Democratische Partij, NDP. Volgens Kalu zijn de NDP-ERS voornamelijk ambtenaren die geen fysieke arbeid verrichten en niet bereid zijn om hun handen vuil te maken. Hij suggereert dat deze ambtenaren op de NDP stemmen omdat ze profiteren van hun status en de zekerheid van hun banen, vooral nu er plannen zijn voor een sanering van het ambtenarenapparaat. Kalu beschuldigt de NDP ervan een «zuivere parasitaire partij» te zijn, die vooral mensen aantrekt die geen echte betrokkenheid hebben bij de ontwikkeling van Suriname, maar enkel hun eigen belangen willen beschermen. Hij vergelijkt de NDP met andere partijen zoals de NPS en de VHP, die hij eveneens beschouwt als belangenpartijen zonder echte ideologische basis. Volgens Kalu vormen deze partijen een voortzetting van de oude politiek die niet bijdraagt aan de ontwikkeling van het land. Kalu erkent echter dat het moeilijk is om een alternatief te vinden voor de Surinaamse kiezer. Hij wijst erop dat veel partijvoorzitters slechts gericht zijn op het behalen van het presidentschap, wat volgens hem een onhaalbare ambitie is. Dit zou de kiezer in een lastige positie brengen, omdat de alternatieven die worden gepresenteerd vaak niet veel beter zijn dan de bestaande partijen. Zijn advies aan de kiezers is om te stemmen op partijen die echt voor technocratische oplossingen staan en niet enkel op basis van persoonlijke ambities. Kalu benadrukt dat de kiezers kritisch moeten kijken naar de belofte van de partijen en hun leiders om een daadwerkelijke verandering in de politiek van Suriname te bewerkstelligen. Krek dealer voor de derde keer met drugs aangehouden. In het ressort meerzorg in Suriname heeft de politie op maandagmiddag een 37-jarige man Bekend als een beruchte crackdealer, voor de derde keer aangehouden. De arrestatie vond plaats door de stootgroep van de Surinaamse politie regio Oost, die het woonadres van de verdachte opzocht. Tijdens de actie werden 89 zakjes krekcocaïne aangetroffen bij de verdachte, die bekend staat om zijn betrokkenheid bij drugshandel in de regio. Na de aanhouding werd de man voorgeleid en in verzekering gesteld. Dit is gedaan in het belang van het lopende onderzoek. Het politieteam van Meerzorg is verantwoordelijk voor het verdere onderzoek naar deze zaak, die de aandacht vestigt op de voortdurende strijd tegen drugsmisdaad in de regio. Rovers schakelen stroom uit en overvallen vrouw en baby in huis. In de vroege ochtend van maandag heeft een gewelddadige overval plaatsgevonden aan de Soertbalenweg in Suriname. Vier criminelen schakelden de elektriciteit uit in de woning van een 33-jarige vrouw, die samen met haar baby sliep. Rond twee uur merkte de vrouw op dat haar huis volledig in het donker was, terwijl de buren nog wel stroom hadden. Ze besloot haar huis te onderzoeken, waarop de overvallers haar onmiddellijk bedreigden en het huis binnendrongen. Twee van de criminelen waren gewapend met vuurwapens. Onder bedreiging doorzochten ze het huis op zoek naar waardevolle bezittingen. Aangezien de vrouw geen geld of sieraden in huis had, namen de rovers alleen haar iPhone mee. Na de overval vluchten de criminelen met de mobiele telefoon als enige buit, waardoor de vrouw en haar baby met een gevoel van onveiligheid en verlies achterbleven. VCB verhoogt ITM-pinlimiet naar 10.000 SRD. De Volkskredietbank, VCB, heeft, net als de DSB en Godobank, haar ITM-pinlimiet verhoogd naar 10.000 SRD per dag. Voorheen konden klanten maximaal 4000 SRD in twee aparte transacties opnemen. Nu is het mogelijk om tot 5000 SRD per keer op te nemen, meldt de bank. Deze wijziging in de limieten volgt op de invoering van de nieuwe 200 en 500 SRD-biljetten door de Centrale Bank van Suriname eind maart. Deze aanpassing is bedoeld om te zorgen voor een efficiëntere afhandeling van grotere bedragen. Wat de gebruikerservaring voor de klanten van VCB ten goede zal komen. Het opnamebedrag bij een ITM kan per transactie variëren tussen de banken, maar voor elke opname wordt er een fee van 11 SRD in rekening gebracht. Deze verandering bij VCB komt tegemoet aan de behoeften van klanten die vaker grotere bedragen moeten opnemen, en markeert een stap vooruit in de aanpassing aan de nieuwe biljetten en de groeiende vraag naar hogere opnamebedragen. Asterisk Asterisk Suriname introduceert digitale overlijdensakte Asterisk Asterisk. Volgende maand zal het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid samen met het Information System for Health, IS4H, tien de lancering van een gedigitaliseerde overlijdensakte applicatie organiseren. Deze digitale oplossing zal het verouderde papieren systeem vervangen dat sinds de jaren 60 in gebruik is voor de registratie van overledenen. Het nieuwe digitale systeem is ontworpen om de nauwkeurigheid en efficiëntie van de overlijdensregistratie aanzienlijk te verbeteren. In plaats van papieren documenten naar de burgerlijke stand te sturen voor verwerking, zullen gegevens nu direct worden ingevoerd en opgeslagen in het Health Information Exchange Platform, HIP. Dit platform maakt het mogelijk voor het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, om gegevens efficiënter te rapporteren en bij te houden. De digitalisering heeft ook als doel om de dienstverlening aan de burgers te versterken door het Centraal Bureau voor Burgerzaken CBB toegang te geven tot het systeem. Hierdoor kunnen demografische gegevens en overlijdensinformatie direct worden ingezien, wat de administratieve processen versnelt en vereenvoudigt. De lancering van de digitale overlijdensakte op 2 augustus 2024 markeert de start van een breder IS4H-project dat gericht is op de modernisering van verschillende onderdelen van de gezondheidszorgsector. Dit initiatief is een belangrijke stap in de richting van een efficiëntere en meer transparante gezondheidszorgadministratie in Suriname. Verdachten met geweer aangehouden op parkeerterrein Hermitagemal. Op dinsdagmiddag heeft een gezamenlijke operatie van het Directoraat Nationale Veiligheid, DNV, en het Regio-bijstand Team Paramaribo, RBTP, geleid tot de arrestatie van drie verdachten op het parkeerterrein van Hermitage Mal aan de Lala Rookweg. De aanhouding volgde op een melding van een mogelijke wapendeal. De DNV ontving specifieke informatie over een wapendeal die zou plaatsvinden op de parkeerplaats van de populaire Winkelmal. Na een grondig onderzoek en samenwerking met het RBTP werd een gerichte actie ondernomen. De verdachten werden aangetroffen in een bruine Toyota-ist, waarbij hun aanhouding een schouderwapen van het merk Mosberg, compleet met een patronenhouder en tien scherpe patronen, in beslag werd genomen. De aangehouden personen zijn Shaquille W. 19, Givaro W. 28 en Valentijn A. 20. De broers Shaquille en Givaro W, samen met Valentijn A, werden overgedragen aan de recherche-regio Paramaribo voor verder onderzoek. Uit onderzoek door de Surinaamse politie bleek dat de 19-jarige W het wapen twee dagen eerder vanuit de Franse kant had gesmokkeld naar Suriname. Op de ochtend van de aanhouding had hij zijn broer gebeld om hem naar de Hermitage Mal te brengen voor de wapendeal. De 28-jarige Givaro W, die tevens de bestuurder van het voertuig was, en de 20-jarige Valentijn A, die niet op de hoogte was van de wapendeal, werden opgepakt voordat de transactie kon plaatsvinden. Shaquille W wordt tevens gezocht door de afdeling recherche van de regio Oostwegens betrokkenheid bij het smokkelen van voertuigen vanuit Franse Guiana en de diefstal van twee buitenboordmotoren. Na overleg met het openbaar ministerie is Shaquille W in verzekering gesteld. Het onderzoek naar de betrokkenheid van de ondernemers, ondernemers moet de prijzen verder. inclusief belasting en extra kosten weergeven. Vanaf februari 2024 is er een belangrijke wijziging doorgevoerd in het prijsaanduidingsbesluit door het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, EZ, in Suriname. Deze wijziging, vastgelegd in staatsbesluit SB 2024-020. Heeft als doel consumenten beter te beschermen tegen misleidende prijsaanduidingen door ondernemers. Volgens het nieuwe besluit zijn ondernemers verplicht om hun prijzen inclusief alle belastingen en eventuele extra kosten weer te geven. Dit betekent dat de prijzen die aan de consument worden gepresenteerd het totaalbedrag moeten weerspiegelen dat daadwerkelijk betaald moet worden. Deze maatregel zorgt ervoor dat consumenten precies weten wat ze moeten betalen zonder onverwachte verrassingen bij de afrekening. Ondernemers hebben tot 1 september 2024 de tijd om aan deze nieuwe regels te voldoen. Tot die tijd moeten zij hun prijsstelling aanpassen om te voldoen aan de vereisten van het nieuwe besluit. De economische controledienst (ECD) van het ministerie is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van deze regels en zal controles uitvoeren om ervoor te zorgen dat ondernemers zich aan de nieuwe eisen houden. Bij niet naleving kunnen ondernemers geconfronteerd worden met economische sancties. Daarnaast is er een nieuwe eis voor bonnen bij zowel klein- als groothandelaren. Consumenten wordt aangeraden hun bonnen ter plekke te controleren om er zeker van te zijn dat de weergegeven prijzen overeenkomen met het totaalbedrag op hun bon. Het ministerie van EZ zal zowel bedrijven als consumenten voorlichten over de nieuwe regels, inclusief hun rechten en plichten onder het gewijzigde prijsaanduidingsbesluit. Het volledige besluit kan worden geraadpleegd op de website van de Nationale Assemblée. Tot slot het weer. Waarschuwing: Wateroverlast door onweersbuien zeer goed mogelijk. De Meteorologische Dienst in Suriname waarschuwt voor de mogelijkheid van wateroverlast als gevolg van aanhoudende onweersbuien die op woensdag 17 juli 2024 verwacht worden. Er is een kans op matige tot lokaal zware onweersbuien. Vergezeld van plaatselijke windstoten, die wateroverlast kunnen veroorzaken in zowel het kustgebied als het binnenland van het land. Vanaf vanavond en gedurende de nacht worden lichten tot matige en op sommige plekken zware onweersbuien verwacht, met name in het kustgebied en delen van het binnenland. Er bestaat een kans op het ontstaan van lokale nevel of mist tegen het einde van de nacht, vooral in bosrijke gebieden. Op woensdagmorgen zullen er lichten tot matige bijen vallen. Mogelijk vergezeld van onweer, voornamelijk in het westen van Suriname. In de middag en vroege avond kunnen langs de kust en in het binnenland zowel lichte als matige, en plaatselijk zware buien voorkomen, met een verhoogde kans op onweer en windstoten. De meteorologische dienst adviseert de bevolking om alert te blijven op de weersomstandigheden en passende voorzorgsmaatregelen te treffen om schade en overlast te voorkomen. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste weersinformatie en de adviezen van de autoriteiten op te volgen. En je krijgt dag weer nieuws. wat er speelt in Suriname? Altijd op to date. We houden je op de hoogte. Met i aan onze zijde. Geen moment gaat verloren. Abonneer en like nu. Laat je stem horen. TV Auto het kanaal van Suriname, dagelijks nieuws. Abonneer nu en doe mee. a aan de mast, we brengen het nieuws lekker snel. Elke klik en like telt, samen blijven we actueel. And hope. We brengen alvast jullie namen. Dagelijks nieuws. Abonneer nu en doe mee. En hey, tv af de al voor jullie namen. Dagelijks nieuws. Abonneer nu en doe mee. I power aan de mast, we brengen het nieuws lekker snel. Elke klik en like telt. Samen blijven we ook.